Jullie waren de kinderen die met spaghetti smeten en op de muren tekenden. Het was even stil. Meneer en mevrouw Elliot zeiden niets. Wij zwegen ook. Mevrouw Elliot keek bedremmeld om zich heen. Ze schikte haar haarspeldjes opnieuw en streek de kreuken in haar jurk glad. En denk je dat ze ons toen geloofde? Dat kan niet, besloot ze. Dat hebben jullie vastgedroomd. Al die troep en al die klodders. Toen zag ze de keuken en de vlekken en de smerigheid daar. Wat hebben jullie hier in hemelsnaam aangericht? Ze snoof en raasde, ze brieste en tierde. En nee, ze wilde het niet geloven. Dat kan toch niet, zei ze opnieuw. Dat dachten wij ook, probeerde ik nog eens. Echt waar, mevrouw Elliot, je was betoverd. En jij ook, pap, zei Felix, je was brutaal en... Dat kan niet, zei meneer Elliot bars. Zo ben ik niet, dat was vast iemand anders.